Dit is het DRTV-nieuws van donderdag 21 juni met vandaag. Vrije school groeit nog steeds. Geen raadsonderzoek naar aanleiding van de ambtelijke mail. En Diftar wordt ingevoerd in Deventer. De Vrije School aan de Oosterstraat is een van de weinige scholen die nog groeit in het aantal leerlingen. Op de Kleine Johannes werd deze week de 250ste leerling verwelkomd. En dat terwijl er sinds het schooljaar 2010-2011 bij Deventer basisscholen een kleine daling is ingezet. Maar niet alleen in Deventer is dat het geval. Uit cijfers blijkt dat in heel Nederland het aantal leerlingen terugloopt. Ik denk de meeste scholen die krimpen inderdaad op dit moment. Er zijn een paar scholen die groeien, waaronder wij. Ik denk dat het een samenspel van oorzaken is. In de eerste plaats zijn wij een goede school, in de zin van een stabiele school. We hebben een team van leerkrachten hier dat heel ervaren is, de klappen van de zweep kent. En wat voor ouders heel erg belangrijk is, is dat leerresultaten goed zijn en dat er veiligheid en rust is op een school. Nou, dat is hier aan de hand. Dat is denk ik één belangrijke oorzaak. De andere is dat ons onderwijs, we zijn vrije school, dat het concept van ons, denk ik, steeds meer ouders aanspreekt. Maar waarom stijgt het aantal leerlingen bij de Kleine Johannes en neemt dat bij andere scholen af? Kijk, wat natuurlijk aan de hand is, is dat er een krimp is in het aantal leerlingen Deventer breed. Dus er zijn minder kinderen. Dus de koek moet verdeeld worden over alle scholen. Voor ons is het heel belangrijk dat kinderen goed taal en rekenen onder de knie krijgen. Als ze van school afkomen, dan moet het voortgezet onderwijs voor hun goed aansluiten op dat punt. Maar wij vinden dat niet belangrijker dan een sociaal-emotionele ontwikkeling. En de manier waarop ze motorisch zijn en hun creatieve ontwikkeling. En dat zie je niet alleen terug in de manier waarop we onderwijs aanbieden, maar ook hoe leerkrachten naar kinderen kijken. Dus dat een kind tijdens onze toneelstukken schittert op het toneel, is even belangrijk en net zo waardevol als een kind wat met rekenen uitblinkt. En ja, je ziet toch dat steeds meer ouders het belangrijk vinden dat talenten in kinderen worden gezien, worden ontdekt en worden gestimuleerd. Staat u hier met trots? Ontzettend trots, ja. Waar het nou precies aan ligt dat het aantal leerlingen op basisscholen stijgt of daalt, is moeilijk te zeggen. De kinderen maakt het weinig uit, zolang zij maar kunnen spelen. Er komt geen raadsonderzoek over de informatievoorziening van het college over de financiële positie van de gemeente. De motie van GroenLinks, SP, CDA, Trots en Gemeentebelang om een raadsonderzoek in te stellen kon niet op genoeg steun rekenen, bleek gisteren tijdens het interpellatiedebat. Het debat, waarbij het college antwoord geeft op vragen die vooraf gesteld zijn, werd aangevraagd door het CDA. Bij die fractie rees vorige week de vraag of het college de raad tijdig en juist geïnformeerd heeft over de financiële situatie van de gemeente. Dit naar aanleiding van een ambtelijke mail die Gemeentebelang in handen kreeg. In die mail waarschuwt de accountant, wethouder Piri en voormalig wethouder Ane dat er waarschijnlijk 20 miljoen euro afgewaardeerd moet worden op gemeentelijke gronden. De mail werd verstuurd op 9 maart, 5 dagen voor de bijpraatsessie aan de raad over de financiële situatie van de gemeente. Tijdens die sessie werd er niet gerept over de mail. Volgens enkele partijen had er door toenmalig wethouder Ane wel over gesproken moeten worden. Helemaal omdat tijdens die sessie werd gezegd dat het jaar 2011 waarschijnlijk afgesloten zou worden met een klein bedrag in de plus, wat later dus anders bleek. Het college beaamde gisteren dat er een verkeerde inschatting is gemaakt over de informatieverstrekking aan de raad. Volgens wethouder Huizing had, naar eigen zeggen, de bandbreedte van het geld aan de raad gemeld moeten worden. De coalitiepartijen en de ChristenUnie namen genoegen met de uitleg van het college en met de toezegging dat de informatievoorziening vanuit het college aan de raad voortaan beter moet. De partijen vonden een raadsonderzoek een te zwaar middel voor de kwestie. Vanaf 1 januari 2013 gaan alle inwoners van Deventer betalen per keer dat ze restafval aanbieden voor verwerking. De gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met de invoering van dit systeem. Voor het aanbieden van gescheiden reststoffen, als papier, kunststof en GFT, wordt geen extra tarief in rekening gebracht.
Naast het variabele tarief per leging van de grijze container blijft voor de afvalverwerking een basistarief gelden voor iedereen. De VVD-fractie pleitte voor een andere systematiek, die van het omgekeerd inzamelen. Nou, moet je voorstellen, als ik nu via de Difter-systematiek, dan is het redelijk makkelijk. Hè? Mijn restafval wordt gehaald, dus daar hoef ik weinig moeite voor te doen, buiten om mijn container aan de kant van de weg te zetten. Ja? Bij omgekeerd inzamelen zeggen we nee, we halen alles wat goed gescheiden is op. Daar doen we niet moeilijk over. Alleen je restafval, daar waar we niks mee kunnen. Ja. En wat heel duur is om te verwerken. En wat heel belastend is en voor ons als mensen en voor het milieu. Dat halen we niet op. Dat gaan we gewoon op centrale punten, kun je dat in een ondergronds container storten. Wethouder Jaspiri sluit niet uit dat deze manier van inzameling in een later stadium alsnog wordt ingevoerd. Heeft u tips, foto's of video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie@deventer.tv.nl.